Broeders en zusters in de Heer, welkom op deze Lectio Divina van dinsdag van de 11e week van de tijd door het jaar. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, we willen u nu verhalen van de genade Gods, die aan de kerken van Macedonië is geschonken. Door verdrukkingen zwaar beproefd, verheugden zij zich bovenmate. In hun bittere armoede werd overrijk in mildheid, want zij hebben naar vermogen gegeven. Ik moest eigenlijk zeggen, boven hun vermogen. Uit eigen beweging en met grote aandrang smeekte zij ons om de gunst deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de heiligen. Zij hebben meer dan wij durfden hopen. Zij hebben zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, maar dan ook door Gods wil aan ons. Hierdoor bemoedigd hebben wij er bij Titus op aangedrongen ook dit liefdewerk waarmee hij al eerder begonnen was, bij u tot een goed einde te brengen. Welnu, hij munt reeds in zoveel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, wetenschap, in eeuwig op alle gebied, in uw liefde voor ons. Laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil in de echtheid uw liefde toetsen, aan de toewijding door anderen betoond. Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen. Hoe hij om wententwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat hij rijk zou worden door zijn armoede. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is hoofdstuk 8 van de tweede brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. En hij spreekt over deze gemeenschap, over de beproevingen die zij hebben beleefd, maar ook de mildheid van de gemeenschap. Ze hebben naar hun vermogen gegeven, maar hij moet eigenlijk zeggen, boven hun vermogen. Ze hebben zichzelf gegeven. En jullie zullen zien, ook in de lezing van de psalmen van het evangelie van vandaag, dat de Heer voor ons vraagt niet alleen materiële of onze talenten geven, maar wij zelf, de diepste van ons, ons hart, ons leven. En God gaat altijd ons inspireren om ons zelf als offergaven te geven. Hier is een voorbeeld van een gemeenschap van de kerken van Macedonië, maar dat geldt ook voor ons als christenen, als discipelen. Wat geven wij? Alleen in korte tijd, een beetje van onze week, een beetje van ons talent, een beetje van onszelf? Of geven wij ons geheel, al voor de Heer en voor de kerk en voor de missies? En dat is wat Heilige Paulus aan de christenen van Korinthe aanmoedigt zichzelf te geven, liefdaden te verrichten. En de maat is de liefdedaad van de Heer Jezus Christus. Dus is echt een heel hoog maat, een heel hoog stap om voor ons te laten weten, wij doen
Maar we zijn altijd geroepen om meer te doen. Vorderingen te zetten. Onze ziel altijd in beweging brengen om vorderingen te verheffen. En altijd ons te willen laten groeien in de liefde van de Heer. In de maat is de liefde van Jezus Christus. In de maat is groot. Eist heel veel van ons. Maar wij geven, als wij ons helemaal geven, heerlijk en zonder grenzen te zetten, gaan wij niet als Christus, maar in de maat van Hem onszelf geven aan de missie, aan de kerk, aan de christenen, aan onze broeders en zusters, aan de Heer zelf. Psalm 146. De Heer zal ik loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer. Op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft. De Heer doet altijd zijn woord gestand. Verdrukten verschaft Hij recht. De Heer heeft brood aan wie honger heeft. Gevangen heeft Hij de vrijheid. De ogen van blinden opent de Heer. Gebrokenen richt Hij weer op. De Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden. Uit het Heilige Evangelie volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen. Hij heeft gehoord dat er gezegd is. Hij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. Opdat hij kinderen mocht worden van uw Vader in de hemel. Die immers de zon laat opengaan over slechten en goede, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als hij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt hij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als hij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet hij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Woord van de Heer. Wij danken God. En zoals ik zei in de eerste lezing, en nu zien wij van de Heer Jezus Christus zelf, de maat van de volmaaktheid is de liefde zonder grenzen. Want als hij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt hij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? Wat voor recht op loon hebt hij dan? Als onze liefde beperkt is alleen aan de mensen die wij kiezen, of die ons terug beminnen, of die wij graag zien of die wij willen beminnen, zelf als de persoon niet op dezelfde maat genegenheid terug heeft, maar als onze liefde met grenzen is, zou wij niet volmaakt zijn. En de volmaaktheid van de Heer Jezus Christus is zijn liefde zonder grenzen. Is niet de perfectionisme om alles helemaal juist in de kader te doen. Nee, de volmaaktheid van de Heer Jezus Christus is in heiligheid, in gehoorzaamheid, in liefde, in zelfgave. Dat is de volmaaktheid die de Heer Jezus Christus bedoelt. Is niet
in leven helemaal juist te zijn, zonder gebrekingen, zonder fouten, zonder. Hij is zelf zonder zonden. Ja, hij is onbevlekt. Maar wij niet. En hij kent ons. Maar de maat die hij vraagt van ons is de maat van de liefde. De maat van zichzelf te geven aan de anderen. Want de tollenaars en de zondaars beminnen ook de mensen die hen ook beminnen. En wat maakt het verschil van een discipel van de Heer en de tollenaars en de zondaars? Ze zitten nog in de duisternis van hun zonden. Maar wij kennen het licht. En wij zijn geroepen om de maat van de liefde te verlangen. Het is een oefening voor elke dag. Beminnen, aanvaarden, accepteren, vergeven, terugbeginnen, herbeginnen, elke dag opnieuw. Maar de maat van de liefde is deze liefde van Christus. Die kijkt niet alleen naar de goede kanten, maar die kijkt ook naar de fouten, naar de zwarte kanten van de zielen, maar met een blik van barmhartigheid, een blik van mededogen, van medelijden, een blik van vergeving, van verzoening. En wij zijn geroepen om vandaag proberen meer van onszelf te geven, niet alleen naar onze vermogen, maar boven onze vermogen. Laten wij onszelf in uitdaging brengen om de liefde van de Heer Jezus Christus te beoefenen vandaag met de genade van God. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen.